5% voor een deal die iemand anders voor jou vindt. Interessant of niet? Zo zijn dealfinders aan de slag. Verdienen hun geld en jij krijgt je pand. Is het interessant? Dat is de vraag van deze video vandaag. Je moet nagaan, ik ben nu momenteel al zo'n kleine 10 jaar in het vak van vastgoed zijn. Ja, dan met zo'n dealfinder, is dat een goede instantie of niet? Nou ja, als jij broodnodig jouw eigen deals moet vinden via een andere partij, die je daar nou ergens weer een lap geld geeft, zodat je die deal kunt krijgen met alle details en alles. Ja, dat moet dan maar. Maar gelukkig, kijk, als je leert netwerk bouwen, ja, wat er dan gebeurt, is natuurlijk, dan krijg je je deals doorgebeld via je makelaar wellicht. Of via je eigen netwerk, of via je notaris, of via je taxateur, of fill in the blank. Je snapt het idee, netwerk is alles waard. En via je netwerk natuurlijk een finders deal geven. Yo, dat is waardering geven voor iemands werk die aan jou denkt, dat is prima. Maar de huidige dealfinders die je nu online ziet, hè, op verschillende platforms, dan benaderen ze je. Ben jij geïnteresseerd in deze deal? Finders fee is, ik noem maar even iets, 2,5%. En dat kan soms wel oplopen tot 10.000 euro voor een pandje die zij puur aan jou doorbellen. En dat hoeft niet eens een goed pand te zijn. Mijn vraag is dan altijd, ja, is zo'n dealfinder, is dat iets slims? Is dat iets goeds om te doen? Nou ja, als je begint, zeg ik altijd van, maak gebruik van iemand anders' netwerk. Er is altijd wel een manier dat iemand anders zegt van, hey, ik heb nog een pand liggen. Ja, niet dat je ze hebt liggen of zo. Maar ik heb nog een pand en eigenlijk wil ik er wat mee doen. Maar ja, goed, ik heb er geen tijd meer voor gehad. Hè. Ik heb er niet opgeknapt. Ik wil er nu eigenlijk vanaf. Ik wil er geld uittrekken en ik wil een ander project ingaan. Zulke mensen lopen er zat. De vraag is, leer jij ze kennen? Even als voorbeeld, mijn eerste panden die ik vaak tegenkwam, was altijd via. Altijd via bijvoorbeeld een makelaar die iemand kende, die graag van een pand af wilde met, nou ja, eigen redenen waarom. En mijn taak was het om de pand goed te bekijken, welke kansen lagen er en wat kan ik doen om toch hier een goede deal uit te halen. Of via een aannemer. Een aannemer die dan werk voor jou doet en die zegt, hey, ik zie dat jij in vastgoed zit. Ik heb nog een interessant pand, ik wil graag een ander project ingaan. Is het voor jou misschien wat interessant? Op die manier hoef je niet een dealfinder voor duizenden euro's iemand te vinden. Vaak zie je dealfinders, ja, sorry, maar ik denk dat ze gewoon wat te duur zijn. En echt kwaliteit leveren ze ook niet, want het verhaal kennen ze ook niet door en door. Dus je merkt al, de markt raakt verzadigd. Mijn taak is dan ook altijd om te kijken van, is het pand goed genoeg? En kan ik mijn taken goed genoeg doen in het pand? Zijn er genoeg kansen in het pand om eigenlijk echt een pareltje eruit te halen? En de pareltjes van de echte dealfinders die je momenteel de markt ziet, vind ik zelf erg beperkt. Om die reden zeg ik eigenlijk, ga netwerken in plaats van, ja, gewoon makkelijk in zee te gaan met een dealfinder waarvan jij denkt, hé, hey, dat is een goede deal. En zij kunnen wel zeggen, ja, deze deal is wel 8% en dit en dat. Maar uiteindelijk is het jouw taak om zelf dat door te rekenen, om te kijken, is dat echt waar? Dealfinders, ik heb er altijd mijn twijfels bij. Leer netwerken en ga zelf op zoek. Dan ben je sneller en beter bij een pareltje. Mocht je nog meer tips als deze willen hebben, zorg dat je de andere video's van mij op mijn kanaal bekijkt. En abonneer je natuurlijk op dit kanaal ook. Hè? Dan krijg je altijd de leukste video's. Mocht je vragen hebben, laat ze hier in de comments. En anders stuur mij een berichtje. Voor nu, zie ik je tot de volgende. Hoi hoi.